kijken. Jij bent een van de 8 Dutch Angle filmmakers die tijdens het festival een film presenteert. Kun je vertellen, wat vind je van het initiatief van Dutch Angle? Ik vind het goed. Ik vind het een heel goed initiatief. Ik vind, wij maken artistieke arthouse films die slecht bezocht worden. In de Nederlandse slecht bekend zijn. En ik vind het ook een verantwoordelijkheid voor ons als maker. Ik vind dat je er alles aan moet doen om te zorgen dat het publiek wat er voor de film is, wat een klein publiek is, dat dat in ieder geval bereikt wordt. En ik denk dat met het vormen van zo'n groep, ik ben sowieso altijd heel erg voor het bundelen van krachten, dat vormen met het vormen van zo'n groep daar zeker bij kan helpen. Ik vind het heel goed dat er extra aandacht komt voor films die ietsje moeilijker bij publiek liggen. Dus films die waar niet honderdduizenden mensen naartoe gaan. Terwijl er wel publiek voor is, want op festivals staan ze in de rij. Maar als je in de bioscoop komt, zie je gewoon 10, 20 mensen. En dat is heel jammer eigenlijk, want in Nederland worden nu hele mooie films gemaakt die in het buitenland alle prijzen winnen. Maar in Nederland gaat er bijna niemand heen. Het is eigenlijk heel raar. Nee, ik heb wel ontdekt bij mijn film, toen die in de bioscoop draaide, dat er, en daarna, toen die op DVD uitkwam, dat er heel veel mensen waren die zeiden van eigenlijk ga ik nooit naar Nederlandse films. Maar dit is, vind ik, een mooie film. Maar op de een of andere manier blijkt dat hij zijn publiek ook niet altijd bereikt. En ik heb het idee dat dat wel voor meer Nederlandse van die arthouse films geldt. En daarom vind ik dit label wel goed. Ja, ik als filmmaker onttrek me eigenlijk een beetje aan alles wat met dit soort politieke zaken te maken heeft. Ik vind het heel leuk dat er extra aandacht komt naar Nederlandse film. Ik bedoel, alle aandacht die je krijgt is meegenomen, is heel goed. Maar om te zeggen van ik pas in deze groep mensen of zo, daar ga ik niet eens over nadenken, want dan moeten andere mensen maar beslissen. Nou, ik was vooral heel verrast dat ik opeens onderdeel was van een stroming. Maar ik ken alle andere filmmakers goed en ik heb ook bewondering voor hun werk. Dus ik zie ook wel overeenkomsten, maar eigenlijk vind ik het ook nog even wennen. Het zijn eigenlijk allemaal vrij realistische stijlen. Het zijn niet allemaal dezelfde stijlen. Het zijn sommige filmers die zijn heel subjectief, anderen hebben juist weer een hele objectieve kijk. Maar er zit toch wel een soort van realisme in, vind ik overwegend, als je kijkt naar dat het allemaal wel gaat over echte mensen. Ik vind het een hele leuke groep. Ik vind het ontzettend leuke mensen. En volgens mij is dat geen toeval. Ik denk dat er een soort mentale overeenkomst is tussen alle regisseurs. Wat heel erg belangrijk is, ook voor de filmmaker zelf, is om te beseffen hoe het publiek erop reageert, maar ook ten opzichte van collega's wat je aan het doen bent. En dat kan ook voor ons versterkend werken en daardoor groeien zeg maar mee in iets. En ik hoop dat onze films daardoor ook beter worden.